ja, mijn liefde voor FC Utrecht is ook mega. Dus ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier nog steeds zit, inderdaad. Keller geblesseerd. Een debutant dus in het elftal bij FC Utrecht. Mark van der Marel, speler van Jong FC Utrecht. Mooi. Ja, nee, ik vind het wel leuk om oude beelden terug te kijken. En ja, van die goals die staan vaak wel op YouTube ergens. Maar ja, die beelden van mijn debuut, ja, die zijn wat spaarzamer. Dus het is leuk om dat terug te zien. Ja. Mooie bos met krullen toen. Ja. Dat, ook dat is lang geleden, want we worden ouder. Dus die bos met krullen, die is er ook niet meer. Maar ja, goed, dat is mooi om terug te zien. Ja, dit is de weg die je normaal ook bewandelt voor een wedstrijd. Ja. Heel eerlijk, doet het je nog wat of heb je het inmiddels zo vaak meegemaakt dat het wel prima is? Nee, het doet me elke keer eigenlijk wel wat. En ja, in het begin was het natuurlijk heel veel spanning en zenuwen. En nu ja, is het meer vertaald naar gezonde spanning. Dus eigenlijk weer de kick om weer te mogen spelen op dit veld. Dus nee, het doet me zeker nog wat, ja. Voetbal, dat is ook emotie en ja, je kan echt wel klappen krijgen. Alleen ja, hoe ga je om met die klappen? En dat is me tot op heden wel aardig gelukt, denk ik. Ben je wel eens zo teleurgesteld thuisgekomen dat er haast tranen in je ogen kwamen? Ja, dat heb ik wel gehad, ja. Ik kan me een keer herinneren dat ik gewisseld ben in de 23e minuut, geloof ik, tegen ADO hier thuis. Speelde ik ook thematisch, dus dat was ook terecht. Alleen ja, dan voel je wel heel klein en dan heb je het idee dat heel Nederland op je let. En terwijl het eigenlijk in de werkelijkheid valt het wel mee. Hoe oud was je toen? Ja, dat was voor mij mijn eerste jaar, toen was ik 19. Ja. Niet geheel en al onlogisch dat dit gebeurt. Wel heel pijnlijk voor de jonge man van de Marel. Maar er valt wel wat dichter daar achterin bij Utrecht. We weten dat jij best wel populair bent bij vooral studenten. Ja, je hebt zelfs een eigen masker gekregen. Ja, die waren destijds in een fanshop en ja, ze vonden het mooi om met grote getalen dat masker te dragen. Dus Fox Sports had het geloof ik ook opgepikt. Dus dat waren mooie beelden om te zien. Ja, en dan kijk je naar het vak waar we nu voor staan, achter je. En daar gebeurde dat allemaal. Ja, volgens mij wel hier ergens. Ja, en die zaten volgens mij toen al... De biervaten hadden ze al opgedronken en toen had ik eigenlijk mijn eigen juichmomentje voor het vak. Ja, het is wel interessant om te zien en gek, maar wel heel leuk. Zie jij hem als de Mr. Utrecht van dit team? Ja, dat sowieso ja. Het is wel echt Mr. Utrecht in ons team, ja. En ja, dat is alleen maar mooi om met zo iemand in het veld te staan, ja. Ondanks, tenminste in het begin van het seizoen, heeft hij het heel goed gedaan natuurlijk. En daarna kwam hij op de bank en is altijd positief gebleven, altijd hard gaan werken. En dat beloont zich nu uit en hij is heel belangrijk voor ons. Ja, maar dat zie je ook, want hij gaat ook voorop in de strijd, in het veld. En dat hebben we ook nodig. En je ziet hem nooit verzaken in dingen. En dat geeft ook weer een signaal naar andere spelers, denk ik. En dat is ja, iets wat we nodig hebben. Ja goed, daarom koester ik heel erg wat ik heb en wat ik heb is hier nu heel veel. Ja, en dat ga ik echt niet zomaar overboord gooien. Het feit dat je nooit geswitcht bent van club, in die zin nooit bij Utrecht weg bent gegaan, heeft dat te maken met de aanbiedingen van andere clubs die niet interessant genoeg waren? Of vooral met jouw liefde voor FC Utrecht? Ja goed, kijk, daar zal een bepaalde wisselwerking in zijn. Alleen, ja, mijn liefde voor FC Utrecht is ook mega. Dus ja, dat doet je al eerder kijken naar een andere uitdaging met een bepaalde bril op. Ja, en een FC Utrecht bril. Ja goed, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier nog steeds zit inderdaad. Ja. Tegen VVSB in de halve finale, nou, dat was volgens mij ook een volle bak. Had ik een hoogtepuntje, ik weet niet of ik uiteindelijk hem gekregen heb. Maar ja, die bal, het was een aanval via die kant geloof ik. Ja, via die kant. Die bal kwam terug en ik kwam hier en ik schoot de afvallende bal schoot ik die kant uit.
En hij werd nog van richting veranderd. En uiteindelijk vloog hij wel binnen. En ja, dat was voor ons een ontladingsmomentje dat we uiteindelijk eindelijk die 1-0 scoorden. En uiteindelijk liepen we uit naar 3-0. En ja, ik heb hem ook nog nooit in de Galgenwaard gescoord, dus ik heb alleen nog maar uitgescoord. Dus dat was voor mezelf iets moois. Ook al weet ik niet of hij officieel in de boeken is gegaan als een goal van mij. Maar tel hem gewoon. Ik tel hem gewoon. En ja, dat was een start zijn om naar de finale te gaan. Ja, we staan hier nu op het veld. En als je dan daar kijkt naar dat spandoek, Mark van der Marel, Parel. Ja. Ja, daar hangen wel meer van die mooie uitingen voor jou, hè? Ja. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik het waardeer en dat mensen eigenlijk daarmee door moeten blijven gaan. Want dat is gewoon een hele mooie, een mooie prikkel voor een individu zoals ik. Jurjus verkleint de goal. Jurjus, en dan geweldig binnengeschoten uit de tweede lijn. Even mijn gemiddelde per seizoen een keer verdubbeld, even wat scherper gezet.